Vandaag een buitenaardse vlog. Welkom bij Victor Vlogdown. Ja, er is dus al een paar dagen iets trending in het nieuws, namelijk die... Gesuna, van de hele dag hier nog niet gepasseerd. Ik zit hier kamer. Je hebt mij letten, ik ben er niet. Vlog maar lekker door. Goed, take 2. Er zijn hier dus al een paar... Bukken. Pas op, de mensen verwachten ernstige reportages van mij, dus kom al. Take 3. Er is dus al een paar dagen... Ja, er is dus al een paar dagen iets heel trending in het nieuws, namelijk de ruimtetrein van Elon Musk, die voorbij raast aan de hemel. Nu, wij hebben die hier thuis met z'n allen al 2 dagen op rij gemist. Nee. Ja, Marie, laat mij uitspreken. Behalve dus Marie. En die zit al 2 dagen aan ons mouw te trekken van kom, we gaan dat samen beleven, dat moment. Dat is iets magisch, het is spectaculair. Bon, we geloven ze al 2 dagen niet, maar nu lezen wij elke ochtend in de krant hoe speciaal dat is. En ja, nu hebben we toch vanavond beslist om samen met z'n allen proberen die trein te zien. Dat is eigenlijk het opzet van deze avond. Hè? Beschrijf eens, Marie, dat moment dat je voor de eerste keer die trein zag passeren. Ik ga een beetje lachen, maar ik werd er bijna een beetje emotioneel van. Nee, maar... Hè? Dat is kei mooi. Dat zijn precies 60 sterren op een rij die daar... 60. Dat zijn er 60, hè? 60, ja, maar dat is een hoop, hè. Iedere dag dat we langer gewacht hebben, is het moeilijker om ze te zien natuurlijk. Ja, waarom? Omdat die iedere keer lager en lager bij de hemel gaan. Dat tegen de grond, dus hier vanavond die bomen. Marie is dus de leidster van het project en we kijken er enorm naar uit. Zoals alle projecten dus. Het is nu 6 uur. Hoe laat komt hem voorbij? 1 voor 10. In afwachting van het heuse ruimteproject organiseren we dus alweer een barbecue. De vis is klaar. En de vis is klaar. Niet te horen, maar de vis is nee, klaar. Nee, dat hoort niet. Dus we gaan eerst eten en dan focussen we ons op de trein. De trein, ja. En hopelijk missen we hem niet, hè, de trein. Voilà, ons eten is op en nu is het wachten tot een trein passeert. Hè. Ik kan niet zien. Voor mij niet. Het zijn allemaal wolken. Er is geen enkel wolk aan de lucht. We hebben al 2 dagen die een trein gerateerd. Vanavond gaan we hem zien. Ik heb in mijn leven al heel veel treinen gemist. Dus yep. Deze kan er nog wel bij. Maar nog geen echte space train, hè? Kan ik het van binnen zien? Nee. Ja, dus het moment is bijna aangebroken. Ik heb zelfs de night modus aangezet op de camera. We gaan bijna naar de satelliettrein kunnen kijken. Spannend. Het is precies of we zitten zo in een spannende documentaire. Het was toch ooit zo'n documentaire over heksen of zo, niet? Ja, nu. Is nu aan de gang. Ja, hij komt uit een trein. Ja, er kunnen nog veel treinen passeren, maar het zal zonder mij zijn. Waarom? Ja, het is voorbij. Het is over. Het moment is over. Ja, en Marie, die ziet dat toch even? Ja, maar die is weg ook. Ik vind niemand nog. Marie staat al in de duinen. En Ellen staat hier achter de muur verstopt. Die wil er niet meer mee. Die is toch achter de muur. Kom maar zien. Achter het hoekje niet. Annelietje. Wij gaan zien ze, hè. Oh, dat is goed. Zwaai het maar. Ja, wacht, dan moet ik die night shoot. Ja, voilà. Wauw. Nee, Marie staat hier. Marie? Ja? Waar zit je? Je denkt dat kun je niet zien, hè, maar ik heb een nieuw beeld ontdekt. Ik val bijna. Je kunt ook al eens zien hoe mooi de maan... Allee, Marie, jij bent toch de projectleider? Hoe laat komen ze? Ja, ze zijn al bezig, zo gezegd. Al 5 dagen niks aan, er zit nieuws aan trein. Ja. Marie, ja? Wie zegt dat hij niet daar komt? Ja, ziet hem daar. Ja, maar... Waar was hem gisteren? Daar, waar ik nu naar aan het kijken ben, daar. Ja, dan gaat hem toch eens, hij gaat toch eens van kant. Moet je niet tegenovergestelde richting gaan, zo dan? Je zegt echt domme dingen. Dat gaat niet meer gebeuren, hè, ja. Moeten we nu binnen zeggen dat we hem gezien hebben, of niet? Ja, en dan lacht hij ons uit, hè. Ja. Kom, we staan hier nu, we wachten nog 2 minuten. Leuke uitstap. We lagen zo goed. Mijn vader is de beste, hè. Die ligt dan nog lekker knus, warm, met een glas wijn, de zetel voor hem alleen. Ja, maar we zeggen dat het ongelooflijk was, hè. En dat we het gezien hebben, hè. Hoe? Nou, maar ja, anders gaan we het weer mogen horen, hè. Ja, het is 10, het gaat niet meer gebeuren, hè. Marie, we hebben hem gezien, hè. We hebben ze nog niet gezien, hè? Ja, maar we zeggen binnen dat we hem gezien hebben. Goed. Ah ja, moet ik dat even uitleggen hoe dat eruit ziet? Nee.
Maar moeten we nu niet even zo... Wauw! En applaudisseren zo. Ja. Wauw! 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 Amai. Dat is ongelooflijk knap. Echt, Elle? Ja, echt waar. Ik ben al Dobby TV aan het zien voor een dak te liggen. Maar wij hebben toch al een dak. Ja, goed, nooit. Dobbit, wat is gedaan? Ja, maar Dobbit, wat zit jij nu over Dobbit? Het dak ligt erop. Ja, maar wat zit jij nu over Dobbit? Wij hebben juist iets ongelooflijk gezien. 60 satellieten in een trein. 60, dat is veel te veel. Allee, ja, ik ben blij, ja. Ik zal het wel op tv zien zeker. Heb je het gefilmd? Ja, nee, dat ging niet. Dan heb je het niet gezien, dat is op vijf. Nee, echt, we hebben het echt gezien. Voilà, ik ben blij dat ik toch alweer een enorm educatieve vlog heb kunnen opnemen. En, ja, de kijkers van Victor Vlogdown, die weten dat. Elke dag leren ze iets bij. En morgen ook, en ik zie jullie dan terug. Bye bye.